club. En wie hebben we vandaag in onze talentenhoek staan? Hallo, ik ben Christy Nachtzaam, ik ben 10 jaar en ik ga voor jullie dansen. Super! Christy? Ziet er ook mooi uit. Ja, absoluut. Ja? Ja, haar zien we straks terug, ja. Maar wie we nu al kunnen zien is onze schatkamervrouw Haag. Geef ze een groot applaus, hier is Christy! Hey Christy! Wat een mooie Mallorca! Dat verraadt dat jij gaat turnen of ballet of wat ga je precies doen? Nou, ik ga een dansje doen en daar zit dan een klein beetje turnen in. Oh ja, dus een beetje lenigheid, want dat zijn toch balletschoentjes, denk ik, hè? Ja. Ik ben heel benieuwd. Dit podium is 1,5 minuut voor jou, dus ik wens je heel veel succes. No one is gonna argue, no. And since I got that hold off me, I'm living life now that I'm free, yeah. I'm making my shit together, now I got my shit together, yeah. Now I made it through the weather, better days are gonna get better. I'm so sorry that it didn't work out, I'm moving on. I'm so sorry, but it's over now. Christy, ongelooflijk, zo verenigd dat je bent. Ik heb denk ik een flikvlak gezien, een split, een spagaat, klopte dat ja. En de moonwalk. Wauw. Kom even mee naar hier. Ik ben nog aan het uitblazen. Het was vermoeiend, hè? Ik kan het mij inbeelden. Jij hebt nog een vraag voor onze teamkapiteinen. En dat is deze. Hoe heet de houten balk waar dansers bij klassiek ballet oefeningen op doen? Zijn jullie vertrouwd met ballet, Tom? Ja. Nee? Hoe heet die houten balk? Je hoeft er niet ballet voor gedaan te hebben, hoor. Ik denk wel, hè? Is het toch een algemene naam? Jawel. Gokje? Niemand? Ah, zonde van het punt, wat had het moeten zijn? De bar. Ja, de bar. Zegt jullie al iets? Nee. Oh, oké, jammer. Maar jij hebt heel goed gedanst. Kom maar even mee naar Bernard. Want die heeft natuurlijk meegekeken. En ik ben heel benieuwd wat hij van jou vindt, Christy. Zet je maar mee. Dag Bernard. Hey, Felice. Hey. Hallo. En ik heb Christy meegebracht. Ik zie het. Wat vond je ervan? Ongelooflijk, hè? Het is een hele nieuwe combinatie. Een combinatie van dans en turnen. Kijk, dans en acrobatiek, dat wordt vaker gedaan. Maar dans en turnen vind ik toch een hele fijne combinatie, hoor. Meisje, wat ben jij lenig? Het is niet te geloven, ik weet niet of je het gezien hebt. Ik heb een paar dingen geprobeerd na te doen. Onder andere zo'n spagaat. Maar dat durf ik niet meer, hoor. Nee, niet. Kijk, niet, ik kom niet er wel in, maar ik kom er nooit meer uit. Maar goed, dat is. Ik vind het zo knap, meisje. Was het jouw idee? Heel mooi gedaan. De combinatie van dans en turnen. Geweldig. Wel, ik vond het ook heel mooi, goed. Mooi hoor. En wat vond het publiek ervan? Helemaal goed. Ja, de vraag van de titels die vonden jou ook fantastisch. Blijf nog even bij Bernard, want wij gaan quizzen. Ja. Dans ons, Pien. Ja, die niet zo snel, die oude botten van mij kunnen dat niet aan hoor. Ja, weet je. Oh, wacht even, ik moet eerst even de schatkamervraag stellen. Ga eens even zitten. Ja, de schatkamervraag, hè. Eens even kijken, waar was dat ook alweer over? Oh ja, over die wolf. Ja, nou, die wolf uit ons verhaaltje, dat was een linkmigeleur. Die bedacht allerlei slimme plannetjes om die geitjes maar te pakken te krijgen. Weet je nog, eerst maakte die met honing, maakte die zijn stem zacht. En toen ging hij met meel zijn voetjes wit maken.
Dus eigenlijk is het zo, de wolf is naar de bakken gegaan om een wit voetje te halen. Eet toch. Nu is de vraag, hoe noemen de mensen het ook wel eens als ze zeggen, hij of zij heeft een wit voetje gehaald? Het is een beetje moeilijk, hè? Maar goed, als je dat niet weet, vraag je het gewoon even aan je vader en je moeder of je opa en je oma, die weten het ook. Hè? En nou ja, als je dan het antwoord weet, dan ga je gewoon even naar onze site. Weet je nog onze site? Zal ik nog één keer noemen? Kijk, dat is www.schatkamer.tv. Nou, en dan voer je het antwoord in. Nou ja, en wie weet val je met je neus in de prijzen. Hè? Zo'n neus krijg je dan. Hè? Maar een grapje hoor. Ik wens jullie heel veel succes ermee. En ja, Christine en ik waren even bezig met de schatkamerdans. Daar gaan we even mee verder, want ik knijs dat niet zo snel. Maar jullie gaan sneller over naar Kurt en Verlies voor de finale spel. Zullen we dat doen? En dan zien we elkaar morgen weer. Goed, dag hoor. Kurt en Verlies, hij is voor jullie hoor. Ja, dank je wel. Als je een volgende keer wilt doen, ja. Alles. Wat kan ik aan het doen? Ja, doe maar.